prins Bart de Eerste. Hij is het die tijdens de carnaval de scepter zwaait in Nijmegen. Pardon, Knossenburg. Bart de Eerste, ook wel Bart van den Berg, werd zaterdagavond in een volgeladen vereniging gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse prinsenproclamatie. Zaterdag is Sinterklaas in Nijmegen aangekomen. De Goedheiligman kwam natuurlijk per boot aan op de Waalkade, vergezeld van tientallen pieten. Op de kade stond burgemeester Bruls de Sint op te wachten. Honderden Nijmeegse kinderen waren bij deze feestelijke middag aanwezig.